Een jaar lang hebben de kinderen van basisschool De Tweesprong onderwijs gehad in Weert in de oude Sint-Martinusschool. In die tussentijd werd hun oude school verbouwd, of eigenlijk nieuwbouw, want het is een compleet nieuwe school geworden. En vanaf vandaag gaan de kinderen voor het eerst hier naar school. En daarnaast is basisschool De Tweesprong ook een brede school geworden. Peuterspeelzaal Okido is hierin gehuisvest en er is ook buitenschoolse opvang. Ze mochten vandaag allemaal wat later naar school. Een jaar lang vertrok de bus al om 7:50 richting Weert. Vandaag begon het schoolplein even voor 8:30 vol te stromen. Spannend was het toch wel een beetje, voor het eerst naar de nieuwe school. De directrice Margot Jacobs heette alle kinderen vandaag welkom. Wij hebben er heel veel zin in. Vandaag is het als volgt. We gaan dadelijk met de juf naar binnen. We gaan niet altijd rijen maken, maar vandaag doen we dat wel. Omdat het voor jullie ook de eerste keer is in ons nieuwe gebouw. Dat je nog niet helemaal precies weet hoe en wat. Als we dan in onze klas zijn en gezellig zitten, dan gaan we groep voor groep het hele gebouw verkennen. Zodat je niet kan verdwalen. Zo groot is het niet. Ik wens jullie heel veel plezier. En de juf heel veel plezier. En ouders, jullie zien we graag allemaal vanavond. Dus papa's en mama's tot vanavond. En wij gaan rustig, groep voor groep, naar binnen. De nieuwe school is fris, licht en ruim van opzet. De leslokalen zijn ruim en gezellig. De leerkrachten begeleiden de kinderen naar het klaslokaal en daar had iedereen al snel zijn plekje gevonden. De directrice en de leerkrachten zijn blij dat ze weer terug zijn in Eind. Ja, we zijn natuurlijk hartstikke blij. We hebben een heel mooi jaar gehad in Weert. Het was van tevoren erg spannend. Ouders hadden ook wat zorgen. Die zorgen zijn eigenlijk niet nodig gebleken. We zijn blij dat alles heel goed gegaan is. En we hebben de kinderen geprobeerd een heel bijzonder jaar te bezorgen. En ik denk dat dat gelukt is. Maar natuurlijk zijn we heel blij dat we weer terug in het Nederweert Eind zijn. In ons hele mooie nieuwe gebouw. Ja, en hoe bevalt het nieuwe gebouw tot dusver? Nou, het bevalt ons erg goed. Maar er zijn wat, ja, dat is nog niet helemaal klaar. Je gaat verhuizen, je bent een paar dagen heel hard aan het werk met en de leerkrachten en een aantal ouders, grootouders, vrijwilligers. Allemaal mensen die ons zeer prettig en fijn geholpen hebben. En dan, daarna moet je dan toch een paar dagen even vakantie nemen. Dat hadden we toch ook wel nodig. En dus hoe het gaat bevallen, ja, dat gaan we vandaag ervaren. Ik vind het heel spannend. Want je merkt ook wel dat ook de leerkrachten denken van ja, waar moet ik nou met mijn spullen naartoe? En oh, heb ik nog wel ruimte genoeg? Maar ik denk dat dat helemaal goed gaat komen. Er is gekozen voor een transparante uitstraling. Een bewuste keuze die past bij het moderne lesgeven. Zodat kinderen allemaal de hele dag in de klas bij de juf aan tafel zitten. Het is zodat kinderen ook hun eigen werkplek moeten kunnen zoeken. En op deze manier kan dat zonder dat ze ergens in hoekjes verdwijnen waar het overzicht weg is. Dus als leerkracht heb je toch zicht op de kinderen. En kinderen kunnen evengoed een plek zoeken waar zij prettig werken, waar zij vooruit willen, in groepjes of alleen. Dus dat is eigenlijk een hele bewuste keuze. Op basisschool De Tweesprong zitten ongeveer 120 leerlingen. De school is wat omvang betreft kleiner geworden. Nu zijn er nog 5 klaslokalen. Er zal veel met gecombineerde groepen gewerkt worden. Doordat De Tweesprong een brede school is geworden met peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang, is de school helemaal voorbereid op de toekomst. Ja, het is nu 2014, maar we hebben nu een gebouw neergezet voor 40 jaar. En we weten ook dat we geen 40 jaar in de toekomst kunnen kijken. Maar een jaar of 10, 15 hebben we toch wel gepoogd om echt vooruit te kijken.